Welkom bij Wolplein zoekt de Haakster van Nederland. Een nieuwe aflevering en wel de halve finale. Van de 10 kandidaten hebben we er nog 4 over. En dat zijn Wijnande, Eline, Suzanne en Tessa. Vorige week heeft Marije de opdracht gewonnen. Helaas had ze voor het algemeen klassement te weinig punten en is ze ook meteen afgevallen. Deze week is de nieuwe opdracht het haken van een kluts in tapestry techniek. 3 weken de tijd, daar wordt een beetje licht over gedacht, maar we gaan kijken, want ze moeten zelf kleur uitkiezen en de techniek onder de knie krijgen. We gaan het meemaken. Zo, ik ben onderweg naar huis. We hebben vanmiddag de uitslag terug gehad en eens moet de eerste keer zijn. Ik ben laatste deze keer. Pittig jurycommentaar vond ik wel. Nieuwe opdracht vind ik wel heel erg leuk. Met tapestry een kluts, zo'n kleine handtas haken. Wel vind ik de opdracht best wel klein. Ik vind het niet echt een grote opdracht. Ten opzichte van wat we afgelopen week voor opdrachten hadden. En dan nu dat deze 3 weken is, ben ik eigenlijk alleen maar blij mee. Dan heb je daar tijd voor. En ik zit in de halve finale. De halve finale. Echt, toen ik me inschreef en toen ik daar reactie van kreeg dat ik het was, dat ik mee mocht doen. Nooit verwacht. Je gelooft het bijna niet, maar ik heb voor de verandering gewoon mijn haar gedaan. En make-up op. Oh, en zelfs mijn nagellak zit erop. Ah, het is zover. Ik kom eindelijk eens normaal op de film. Dinsdag en ik ben door naar de halve finale. Ga ik eigenlijk mijn best doen om er iets van te maken. Ik ben echt heel erg enthousiast over deze opdracht. En heel erg lang gedacht over of ik wel of niet een dierenprint kluts wil gaan maken. Want dierenprint is wel een beetje mijn ding. We zijn nu nog met 4 mensen over. Dus het begint nu al echt heel erg spannend te worden. Nou, afgelopen week was even niet zo'n lekkere week. Waren allemaal mensen ziek en mijn fiets was nog gestolen. Dus ik hoop gewoon dat de komende week beter gaat. En dat ik gewoon vol goede moed aan de slag kan met de nieuwe opdracht. En de nieuwe opdracht is haak een tapestry clutch. Echt nog nooit gedaan. Tapestry heb ik ook nog nooit gedaan. Dus dat wordt heel erg spannend. De wolletjes zijn net binnengekomen. Daar ga ik nu eventjes naar kijken. En dan ga ik denk ik wel dingen uitproberen. Ik ben weer door naar de halve finale. Heel erg leuk. Was best wel spannend de laatste opdracht. Waren ook hele verschillende resultaten. Ik vond het echt heel erg leuk om te zien ook wat de rest had gemaakt. Ik heb deze kleuren besteld. Ik heb 4 tinten roze. Ja, een beetje zalm. Het is allemaal een beetje zacht roze. Dit wordt wat donkerder. En ik heb 4 tinten groen-blauw. Eigenlijk zijn dat allebei wel een beetje mijn favoriete kleuren. Die mintgroene en die roze kleur. Ik heb volgens mij 5-6 kleuren, zoiets. Waaronder 3 keer deze kleur. 2 bolletjes van deze kleur. 3 keer de kleur mosterd. Yarn en colors must have in de kleur pearl. Deze kleur. De kleur chestnut. En dan 3 keer deze kleur. Ik heb bedacht dat ik een heel mooi, een beetje soort tegelpatroon ga maken met tapestry. Met witte vlakken tussendoor om het rustig te houden en een anthracite belijning. En toen dacht ik, hoe kies ik nou die kleuren uit? Ik had wel een beetje een idee en ik ging een beetje kijken naar modekleuren. En modekleur, deze winter is natuurlijk, en aankomende winter is natuurlijk een beetje okergeel zie je heel veel. Je ziet donkergroen, maar ook heel veel roestbruin en burnt orange en oud roze. Ik ga voor deze 2 kleurtjes sowieso. Chestnut. En brick. Ze zien er wat intenser uit op de camera, zie ik. Maar goed. Die 2. Deze 2 roze. Old pink. En antiek pink. En dan gaan we ook nog voor deze brons. Dus 5 kleurtjes die denk ik heel erg leuk bij elkaar staan. Op dit Pinterest-bord gemaakt waarop ik allerlei borduurpatroontjes van bloemen heb verzameld. Het zijn allemaal patroontjes in kruissteken, omdat dat het dichtst in de buurt komt bij wat je met haken kunt doen. En ik ben gewoon gaan kijken naar wat vind ik mooi. Nou, zoals dit patroon vind ik super mooi. Maar het probleem was dat als ik dit op een clutch ga maken, dat ik al heel goed van tevoren moet weten hoe groot de afmetingen worden. Want het is dit patroon, als je daar eenmaal aan begint in één hoek en je komt er aan bij de andere hoek achter, dat het gewoon niet klopt, kun je helemaal opnieuw beginnen. Dus dat vond ik te risicovol, hoe mooi ik het ook vond.
Ik heb afwisselend rijen gemaakt met geel en crème. En rijen met de roosjes. Of met de rode tinten. Dus hier zijn dat de roosjes en hier heb ik er hartjes van gemaakt. Hier heb ik een soort gele bloemetjes gemaakt. En hier ook nog gele bloemetjes. Ik ga jullie even mijn aanpak laten zien. En al vrij snel kwam ik op dit patroon. Wat ik echt super vrolijk vond. Maar nog wel iets te druk. Dit is een beetje chaos. Maar toen ben ik uiteindelijk heb ik hem iets dikker gemaakt. Ook om het iets beter te doen in de tijd. Want je moet natuurlijk elke keer een kleurwissel doen. En bij deze is dat natuurlijk echt super vaak. Dus elke keer 2 in die kleur, 2 in die kleur, 3 in die kleur. En deze ga ik nu gebruiken. Dit was ongeveer het ontwerp wat ik had. Ik begon natuurlijk te denken van, oh, er komen veel te weinig dingen en het wordt allemaal veel te groot en weet ik het wat. Maar weet je wat ik ga doen? Ik heb 3 weken de tijd voor deze opdracht. Ik ga lekker zitten. Ik heb de basis van de clutch al opgezet. Ik ga daarmee verder. Ik pak de donkerste kleur, bruin, chestnut en mijn anthraciet voor de strepen die erin zitten, pak ik erbij. En ik ga gewoon beginnen. En als het niet mooi wordt, dan haal ik het uit. En dan ga ik het nieuws ontwerpen. Zo simpel is het. Ik zal je even laten zien wat ik heb gedaan. De kleuren, moet ik wel zeggen, vertekenen een beetje door het licht. Ik heb een patroontje getekend op internet. En dit is een stukje daarvan. Ik ben het gaan proberen. Als je van heel dichtbij kijkt, zie je dat de kleuren er echt best wel doorheen komen. Dat vind ik wel lastig, want daar stoor ik me dan aan. Maar ik, ja, hoe ik het ook heb geprobeerd, ik kreeg dat gewoon echt niet weg. Dus ik denk, hoop, weet ik niet, dat een beetje bij de tapestry techniek hoort. En dat gewoon bij iedereen zo is. Anders is die van mij misschien niet zo netjes. Dus dat hoop ik eventjes. Genomen is een basis of een testtasje gehaakt. Dit is nog totaal niet het patroon wat ik wil. Maar hiermee heb ik echt even geprobeerd te kijken van hoe lopen de steken nou als je ze recht boven elkaar doet. Dat is zoals je ziet. Deze 2 onooglijke haaklapjes, dat zijn mijn proeflapjes. Deze heb ik gehaakt om te kijken wat het formaat gaat zijn van mijn clutch. Nou, het blijft al helemaal niet plat liggen. Het is super stijf, dat moet op zich wel. Maar ja, niet op deze manier dan. En ja, het is echt alleen maar gehaakt om te kijken hoe groot mijn clutch gaat zijn en hoeveel steken ik nodig heb. Maar ja, verder lijkt het niet echt ergens op. En aan de hand daarvan heb ik op de computer een patroon getekend. Een borduurpatroontje, in dit geval van een rand met roosjes in 2 tinten rood, roze en daarnaast nog blaadjes. En ben ik gaan kijken hoe het eruit komt te zien als ik 1 patroontje inhaak bij de tapestry. Is het wel zo dat je steken niet recht boven elkaar komen te staan. Dus ik wilde even kijken hoe dat eruit komt te zien. Nou, op zich is dat wel goed. Ik heb hier alleen met 4 verschillende kleuren tegelijk gehaakt. En je ziet de kleuren er best wel goed doorheen. Dat vind ik een beetje jammer. Dus ik moet nog even gaan kijken of ik dat in het echte werk ook ga doen. Of dat ik met maximaal 3 kleuren ga werken. Of dat ik misschien nog strakker moet haken. Super lekker aan het haken. Alleen Pablo. Hey. Doe je nou, joh? We zijn nu 1 week onderweg met de opdracht haak en clutch en met de tapestry techniek. En ik wil jullie even laten zien wat ik al gemaakt heb. Dat is namelijk dit. Nou, dit was 1 van mijn pogingen. Die was mislukt. Ik heb een variant erop gemaakt. Dat is dit. Ziet er ook niet uit. En ik was ook nog hier aan begonnen. Nou, dat is ook niet echt wat we voor ogen hadden. Dus ik ben echt al heel vaak opnieuw begonnen. En ja, ik zal jullie even laten zien waar dat uiteindelijk toe heeft geleid. Ik vond het heel moeilijk om de draadspanning goed te krijgen en om de figuurtjes goed te krijgen. En nu heb ik dit. Ja, kijk, is een hele mooie losse ketting met steekmarkeerders erin. En verder ben ik eerlijk gezegd nog niet gekomen. Ik ga alweer opnieuw beginnen. Ik heb net weer alles uitgehaald. Ik ben inmiddels al heel eind. Ik wil jullie even vertellen hoe het is gegaan met hem geworden. Ik vind tapestry haken super leuk. Echt hele leuke patronen kun je ermee maken. Maar ik vind wel, ja, ik heb mijn best gedaan zo min mogelijk. Maar als je van dichtbij kijkt, zie je toch nog wel een beetje de kleuren er doorheen. Dus dat vind ik echt heel moeilijk. Wel vind ik hem nu heel erg strak. Ik vind hem super feestelijk. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Nu ga ik er nog een lap zo omheen haken. En ik wilde eerst 2 van deze haken. En dan een binnen- en een buitenkant, omdat je hem dan zo om zou kunnen draaien.
naar een ander tasje. Maar het tasje is niet zo heel groot. En ik denk dat als je hem omdraait, of als je er een tweede deel in doet, dat hij dan best wel een beetje dik wordt. En dat dat niet zo mooi wordt, ben ik bang. Dus ik heb besloten toch maar één deel te doen, maar dan ga ik wel een hengsel toevoegen. Ik heb zelf een tas die ik zowel kort als hengsel, zodat ik hem hier kan dragen. Dus als lang, dus dat wil ik eigenlijk aan gaan maken. Ik heb even een heerlijk typisch zaterdagochtend momentje. Met een kopje koffie, een kat op schoot, een haakwerkje. En eigenlijk zit ik al helemaal klaar om te gaan hardlopen. Met mijn hardlooplegging aan. Alleen, ik heb echt nog even geen zin. Misschien straks. Eerst nog even haken. Dit is nu het tasje. Hij zou in principe nu af kunnen zijn, maar ik ben het er niet mee eens. Dat koord heb ik nog niet helemaal aan elkaar gemaakt. Want ik was aan het kijken of die lang genoeg was. Maar dit is mijn hengsel. Ik heb Romanian cord gebruikt. Tenminste, zo vind ik het online. Ik vind de flap niet leuk. Hij krult erg op. En ik vind dat je hier al die steekjes ziet niet mooi. En hier de rest van het tasje is wel heel mooi strak. En dan vind ik die flap niet zo leuk. Ik had bedacht van drie weken de tijd. Tijd zat, het komt allemaal goed. Alleen dat tapestry haken, dat kost onwijs veel tijd. En ik heb mezelf echt voorgenomen om hele mooie, hele precieze steken te maken. Ik wil het echt zo gedetailleerd mogelijk hebben dit keer, dit tasje. Dus ik ben met een lekker klein naaldje, naald 2,5 mm ben ik aan het haken. Hele fijne steekjes, heel strak. Ik haak sowieso vanuit mezelf heel strak. Dus ik krijg zere vingers, zere alles. Maar ik ben dus begonnen met de donkerste kleur, de chestnut. Dit is voorlopig de eerste tegel. Ik heb dus aan beide zijden van de clutch 5 tegels. En dit is dus hoe ver ik nu ben. 4 dagen sinds ik mijn garen heb. Dus ik wil niet eens uit gaan rekenen wat dat betekent voor de rest. Maar zo is het geworden, in ieder geval het tapestry gedeelte. Ik ga hier nog een randje langs haken. Dit is de achterkant. Dus wat we eerder hadden gezien, hier zijn de bloemetjes. Gebordeerde bloemetjes, een klein randje met blauwe bloemetjes. Dan de hartjes. Weer een blauw randje met de sterretjes. Bovenop een randje met groen en blauw tinten. En dit is dan de klep geworden. Dus dit is allemaal in het rond gehaakt en de klep. Die is enkel gehaakt en daar zie je mijn masterpiece, de geborduurde bloemetjes. Ja, wat kan ik ervan zeggen? Het is een beetje een haat-liefde-project. Op zich het ontwerp met alle bloemetjes. Het idee dat ik het soort borduureffect wilde maken, dat vind ik nog steeds heel erg tof. De uitwerking ben ik wat minder tevreden over. Ja, ik heb nou niet echt het idee dat ik dit goed genoeg onder de knie heb. Daar baal ik wel een beetje van. Maar ja, van de andere kant, dit is hoeveel tijd ik heb. En ik denk als ik het een tweede keer zou doen, dat het allemaal net wat makkelijker zou gaan. Maar ja, zoveel tijd hebben we niet meer. Dus dit is het maar. Zaterdagmiddag nu. Dus ik lig voor mijn doen echt ontzettend goed op schema. Nu geven de laatste loodjes. En dan maar hopen dat het goed genoeg is om in de finale te komen. Ik heb de tweede, of de ene laatste kleur bijna erin zitten, bijna af. En zoals ik gezegd had, wordt de clutch dus dubbel gevouwen als een soort sluiting. En dan komt er dus nog een lichtere oranje kleur onder. En dan heb je dus een hele mooie clutch. Ik zit eraan te denken om heel misschien een klein knoopje te maken. Het ligt een beetje aan hoe diep die komt als ik hem dubbel vouw. Om een klein knoopje te maken om hem echt vast te kunnen maken. En dan zou ik het knoopje dus in de donkerste kleur gaan haken. En ik ga dus kijken of ik hengsels aan de zijkanten kan maken.
heb hier de voorkant van het tasje. En dan heb ik hier de tekening van de flap eroverheen. Nou, dit witte, dat zijn dan de knoopsgaatjes. En ja, dit is heel handig. Dat is wel een goede tip. Ik zat de aflevering 4 terug te kijken en ik zag dat Saskia het ook gebruikte voor de mandala. Dus ja, ideaal. Hij is af. Ik heb net snel de foto's gemaakt voordat het donker werd. Daardoor kan ik het nu niet zo goed filmen, maar dit is hem geworden. Ik heb dus deze flap nu anders gemaakt, recht en op deze manier gesloten met een kleine tassel. Het koord heb ik nu gemaakt, dus hij heeft dus op 3 standen. Je kan hem dus zo. En dan kan je deze helemaal uittrekken en dan wordt het 1 lange. Je zou hem hier binnenin deze 2 delen terug kunnen trekken op deze wijze. En dan aan elkaar kunnen knopen in de tas. Dus gewoon hierin stoppen. En dan zou je hem dus nog een beetje op maat kunnen stellen, deze. Zodat je hem ook nog korter. En je zou hem ook helemaal terug kunnen doen om echt een handklutsch te hebben. Nou, ik ben er heel erg blij mee. Ik ga nu het patroon uitwerken. De vlogs uploaden. De foto's uploaden die we dus net buiten hebben gemaakt. En dan zijn we weer klaar. En ik ben zo benieuwd. De halve finale. Ik schat mijn concurrenten heel hoog in. Dus ik ben wel een beetje bang dat het na vandaag klaar is. Maar we gaan het gewoon zien. Het is zover. Ik ben eindelijk aan mijn laatste kleurwisseling toe. Het laatste kleurtje, de brick, de lichtste oranje kleur, heb ik toegevoegd. Tot nu toe vind ik het echt een hele mooie klutsch geworden. Al zeg ik het zelf. Hij wordt dus zo dubbel gevouwen. En dan kan ik hem zo gaan dragen. Oh, mooi, mooi, mooi. Als ik het af heb, hopelijk, dan kan ik hem vanavond opspannen en is die morgen droog. Dan heb ik dus nog tijd om het af te ronden. Dus een mooi randje eraan te maken, een knoopje erop te zetten, zodat hij gesloten kan worden. Enzovoorts, en zo on. Tada, dit is mijn klutsch geworden. Helemaal af. Ik had gedacht dat ik gisteravond wel al helemaal klaar was. Maar ja, vanochtend was ik toch weer tot een uur of 12:30 bezig. Omdat ik nog de draadjes moest wegwerken. Hier nog een randje doorheen moest haken. Dit knoopje dat zat niet helemaal goed, dus dat heb ik opnieuw gedaan. De versierseltjes heb ik opnieuw gedaan. Maar goed, het is allemaal gelukt. Foto's vanmiddag gemaakt. Zometeen moet ik nog het patroon uitschrijven. En het is al 5:00 op zondagmiddag. Dus dat wordt eventjes haasten. Maar goed, het is allemaal gelukt. En ik denk dat het laatste deel ook wel goed gaat komen. Nou. De halve finale opdracht heb ik zojuist afgemaakt. Laatste vlog opgenomen. Ik ga nu het patroon uitschrijven en de toelichting. En dan ga ik alles opsturen. Ik vond het een heel moeizaam proces. Bij alle voorgaande opdrachten had ik een heel duidelijk idee van wat ik wilde. En dat lukte dan ook wel. En qua technieken was het ook allemaal geen probleem. En hier had ik een heel duidelijk idee van wat ik wilde. Maar qua techniek vond ik het zoveel moeilijker dan ik van tevoren had gedacht. Het heeft me heel veel tijd gekost voordat ik de draadspanning een beetje goed kreeg. En uiteindelijk heb ik een klutsch gekregen die vrij stevig is om het zachtjes uit te drukken. Dus hij blijft goed in vorm. Dat is op zich positief. Maar ja, om nou te zeggen dat ik er tevreden over ben, eigenlijk niet. Nee, eigenlijk is dit het werk waar ik in de hele wedstrijd het minst tevreden over ben. En het is een beetje jammer dat dat nu in de halve finale komt. Ik hoop er maar het beste van. En op zich, als ik hem van een afstandje bekijk, dan denk ik wel van ja, dit is een mooi patroon. Het is leuk geworden. Maar als ik van dichtbij kijk, dan schrik ik elke keer weer. En het enige wat ik kan doen is nu alles opsturen. En hopen dat het toch goed genoeg is voor dat plekje in de finale. Ik ga jullie mijn eindresultaat showen van deze opdracht, de taak van de klutsch. Dit is hem geworden. Ik zal even de achterkant aanzien. Ik zal hem ook even openmaken. Ik heb hem even opgevuld met vulling even voor het mooie. Kijk, zo kan je het patroontje goed zien. Nou, zoals je ziet heb ik gekozen voor een patroontje erin en hij moest sluipbaar zijn, dus ik dacht het is leuk als ik een patroon kies en dat loopt dan zo over. Dat vind ik zelf wel grappig en met die 2 houten kraaltjes erop is die dan nu sluipbaar. Dus ik heb het patroon uitgetekend op Stitch Fiddle heet dat volgens mij. Even nakijken. En nou, dat heb ik net allemaal verwerkt. Ik heb foto's gemaakt en ja, ga ik zo meteen mijn foto's in het patroon zetten en alles versturen. En dan gaan we weer achterwacht op de jurering. En ik ben heel erg benieuwd daarop. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dit keer wel een vaag vermoeden
dat ik wel kans heb om eruit te gaan. Maar goed, ja, we hebben de afgelopen weken wel gezien, je weet het echt nooit. Het voordeel van het tapestry haken is dat ik er een schema bij gemaakt heb. Met de kleurwisselingen en hoe je dat maakt. En het voordeel daarvan is dus dat ik niet echt... dat was Pablo die de stoel sloopte. Dat ik niet een heel uitgebreid verhaal hoef te typen. Want in principe is het gewoon het schema herhalen. En dan krijg je die klutsch. Dus dat moet ik even uitleggen. En dat is het. Dus nou ja, dat is dan wel weer een voordeel. Ik ben hier niet heel lang mee bezig. Dus dan kan ik even gaan hardlopen. Dan vanmiddag de foto's maken. En dan zien we morgen wel. Ik heb er nog altijd een hard hoofd in dat ik het zou gaan redden vandaag, deze week. Tijd voor de jurering. De opdrachten zijn ingeleverd. Rianne van de Riannes Haaksels is deze week de gastjury. En we gaan kijken naar het commentaar. Hi, ik ben Rianne achter de Haaksels. Je zou me kunnen kennen van het boek Waar je moet chillers haken. Ik ben bekend met tapestryhaak van de leuke, gave, kleurrijke mochillatassen. Ik ben hier om de opdracht 8 te jureren. Dan gaan de tapestryklus is er gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat de dames gemaakt hebben. Dit is de klus van Wijnanda. Het eerste wat opvalt is dat er heen en weer gehaakt wordt. Daardoor oogt het wat rommelig en dat vinden we zonde. Ook is er een wat te grote haaknaald gebruikt waardoor de steek wat te hoog worden en je de meeloopdraden er doorheen ziet. De flap vinden we wel erg origineel gemaakt en bedacht. Dit is de klus van Suzanne. Het model is erg leuk. Een eenvoudige flap, zodat hij makkelijk sluit. Trendy tasje, mooi dooreenvoud. Daar houden we wel van. Mooi regelmatig gehaakt. Het is jammer dat de tas ietsje naar binnen loopt door de draadspanning. Halverwege de tas, waardoor die niet overal even breed is. De kleurwisselingen zijn netjes. Het is mooi op elkaar afgestemd. En het is erg toegankelijk om er lekker een eigen draai aan te geven. Dit is de klus van Tessa. Het eerste wat opvalt is dat hij erg netjes gehaakt is. Leuk origineel patroon gebruikt. We hadden zelf de kraaltjes weggelaten. Wat ook opvalt is dat je de flap van de kluts een andere techniek hebt gebruikt. Waardoor er structuurverschil is tussen de steken. Voor de rest is kleurgebruik is echt heel erg leuk. Lekker vrolijk, herkenbaar bij de omschrijving van de merklapjes. Goed gedaan! Dit is de klus van Eline. Hij is een tikkeltje aan de losse kant gehaakt. De kleuren zijn lekker fris en fruitig. Het doet ons denken aan de zomer. Het hengsel is ook een erg leuk idee. Alleen de uitvoering komt niet helemaal uit de verf. Het flapje is heen en weer gehaakt. En het lijkt erop dat wat te strak is getrokken aan de meeloopdraad. Zodat hij ja, wat intrekt en de steken te dicht op elkaar komen te zitten. Het is een leuk draagbaar tasje geworden. Dit is de halve finale. We gaan kijken naar de punten en wie er dan af gaat vallen wie net niet mee mag naar de finale. We gaan kijken. Het was super leuk om dit te hebben gedaan. Erg lastig om een winnaar te kiezen. Tessa is er als winnaar uitgekomen. Ze heeft zichzelf flink uitgedaagd binnen de techniek. Iedereen heeft super zijn best gedaan, dat kan je wel zien. Het was super leuk om te doen en jullie klutsjes te mogen jureren. Succes allemaal in de finale! Wil je deze projecten ook haken? Neem een kijkje op onze website. De finalisten zijn bekend en helaas voor Wijnanda had zij niet genoeg punten bij elkaar gesprokkeld met haar kluts. We gaan afscheid van haar nemen. Jammer. Maar volgende week de finale en wat voor opdracht gaan de kandidaten krijgen? Weet jij, denk jij te weten wat voor opdracht dat is? Laat het weten in de comments. Tot volgende week bij de finale. We zijn bij Woelplein om de gares van deze opdracht uit te zoeken. Oh jongens, ik weet niet wat ik meemaak. Ik ben gewoon door naar de finale. Ik heb een tweede testlampje gemaakt. Ik ben het er nog niet helemaal mee eens. Allerlaatste zondagmiddag van de haaksteg. En ik lig eigenlijk best goed op schema.